Hey hallo, mijn naam is Femke Meiboom en ik ben de eigenaar van de Ondernemend Onderweg podcast, maar ook Femke is Ondernemend Onderweg YouTube. En voordat ik verder ga kletsen over wat er in mijn hoofd zit en waarom er al eventjes geen podcastafleveringen zijn geweest en waarom ik ook al een tijdje geen business updates heb gegeven, wil ik je vertellen dat deze variant van de podcast ook een YouTube variant heeft. En die staat nu op YouTube. Die komen tegelijkertijd online. Dus kijk ze vooral eventjes. Als je er wil kijken uiteraard, want je kan hem kijken. Maar je kan hem natuurlijk ook alleen luisteren als je aan het wandelen bent of iets dergelijks. Of aan het schoonmaken. You never know. Oké. Waar zal ik beginnen? Op mijn podcast geef ik altijd zoveel mogelijk business, achtergrond, eerlijke verhalen, realistische verhalen. Ik geef je eigenlijk altijd een inkijkje of een kijkje in mijn ondernemersleven en in mijn bedrijf. Maar het gaat op dit moment niet goed met mijn bedrijf. En niet goed met mijn bedrijf is ook wel heel erg overdreven, maar het loopt ook niet lekker. Oké, waar zal ik beginnen? Ik ben bijna 5 jaar ondernemer. In november sta ik 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dat deed ik eigenlijk zodat ik mijn boeken kon uitgeven. Omdat ik toen heel erg in mijn hoofd had van oké, volgend jaar wordt het jaar dat ik mijn boek ga uitgeven. En dat was dan het idee dat ik fictieboeken zou uitgeven. En het liefst allereerst fantasy. Maar ja, toen kwam in 2020 per ongeluk mijn non-fictieboek, de biografie van mijn oma uit, Jokum uit. En toen in 2021 gaf ik Slashwork uit, ook een non-fictieboek. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met andere non-fictieboeken of fictieboeken. En dat was dan voornamelijk van fantasy af naar fictie en avontuur en young adult of contemporary-achtig avontuur. Beetje lastig nog om te beschrijven. Maar boeken uitgeven, boeken schrijven is geen vetpot. Dus ik heb er altijd andere diensten bij gedaan om geld te verdienen. Nou, in het begin, in 2020, ben ik social media marketing gaan doen. Nou, dat heb ik toen zo'n negatieve ervaring gehad dat ik het liet vallen. En toen ben ik gaan tekst schrijven. Toen heb ik ook een baan, nog een loondienst gehad in 2021. En half 2021 ben ik daar ook weer mee gestopt. Toen ben ik afgestudeerd in 2020, maar in 2021 dan die baan gehad. Een slashwork uitgegeven. En toen begin 2022 zei goede schrijvriendin Sanne Hillemans van joh Fem, je doet voor mij al een paar jaar social media. Waarom doe je dan niet ook social media als volledige dienst aanbieden? Nou, toen kwam social media dus weer terug als dienst. Ik ben toen ook wat meer tekstschrijven gaan aanbieden. Toen heb ik mijn schrijfcoaching laten vallen. En ben ik vooral gaan focussen op social media. Toen had ik in 2022 mijn eerste klant puur erbij. En eind 2022 kwam ook Kobo Writing Live erbij volgens mij. Als social media opdrachtgever of klant, hoe je het wil noemen. 2023... kwam de Krij erbij, groothandel, of horeca groothandel de Krij. Met de dochterondernemingen, dus ook Krij Gifts en Krij Koffie. En sinds begin 2023 ben ik ook ondernemer, of in ieder geval ondernemer, ik ben sowieso ondernemer, maar ben ik freelance marketing medewerker bij uitgeverij Palmslag in Groningen. Dus dat zijn mijn 4 hoofdopdrachtgevers. Daarnaast doe ik ook nog streamen, af en toe een boekverkoop, maar dat is het eigenlijk wel. Nu raakte ik de laatste tijd steeds vaker in gesprek met Suzanne van Bilderbeek. Of Suzanne Bilderbeek. Van Bilderbeek, toch? Ja, Suzanne van Bilderbeek. Ik noem haar gewoon de hele tijd Suus. Dus het is voor mij ook gewoon Suus. Even kijken. Suzanne van Bilderbeek. Ja, zie je wel. Suzanne van Bilderbeek. Raakte ik steeds meer in gesprek omdat ik ook heel veel met Veer aan het kletsen was. En ik heb eigenlijk al sinds heel vorig jaar een doel, een ondernemersdoel, om mijn website aan te laten pakken en een compleet nieuwe vormgeving te geven, zeg maar. En toen was ik een beetje auteurswebsite aan het bekijken. En zo ben ik op de website van Suus terechtgekomen. Vond ik er echt prachtig uitzien. En dankzij Suus ben ik bij Angelina van Studia Enoya terechtgekomen. En ja, ik liet aan Suus weten, ben je ook een enthousiast. Ik ga haar vragen of dat ze plek heeft dit jaar. Want ik was dus mijn half jaar, ik denk 2 weken geleden, op een maandag een keer, halverwege juni, was ik bezig, had ik tijd over op een oppasdag. Mama lag op bed, Vie lag op bed. En toen was ik gaan reflecteren van, joh, hoe gaat het met mijn doelen? Nu we eigenlijk alweer in de 6e maand zitten, hè? En inmiddels in de 7e maand. En toen zag ik het laatste doel. Aan de slag gaan met de webdesigner. Ik denk,
Oké, dat moet gewoon gelijk gebeuren. Dus ik ben toen direct gaan mailen naar Angelina. Van joh, heb je plek? Ze had vakantie en dergelijke. En daar had ik Suus over op de hoogte gehouden. En zo ben ik dus meer in gesprek geraakt met Suzanne van Bilderbeek. Over auteur zijn en de ondernemersmindset die daar wel of niet bij hoort. En het was heel interessant om haar visie daarop te horen. En zo zijn wij meer en meer in gesprek geraakt over wat het nou is om acteur te zijn, welke diensten je daaromheen doet, of nou ja, niet verplicht natuurlijk, maar die zij eromheen doet en die eromheen kan doen. En wat mijn diensten zijn en hoe je toekomstbeeld ook is en dergelijke. En daar ging het mis. Suus weet het, I love her. Maar het is ook iets heel positiefs, maar het is ook iets niet positiefs. Maar ik heb no ill feelings toward Suus. Maar Suus heeft mij laten realiseren dat ik te comfortabel ben geworden in mijn eigen bedrijf. Ik heb 4 hele fijne opdrachtgevers. Ik heb bij alle 4 evenveel vrijheid om mijn ding te doen. Maar dat betekent ook dat ik af en toe een steekje laat vallen. Vooral bij mijn eigen 3 opdrachtgevers. Niet per se bij Palms nog, want dan heb ik mijn vaste 16 uur per week. Maar bij die andere opdrachtgevers mag ik werken wanneer ik wil. Maar ja, ik heb daar wel eens een paar keer een steekje laten vallen. Zoals per ongeluk niet in de gaten hebben dat mijn planning en meta van Facebook al volledig gepubliceerd is. En dat ik dus al 2 weken achterloop met dingen inplannen. Oftewel, er is een week lang of 1,5 week lang niets online gekomen. En bij copywriting dan vergeet ik nogal eens om een reel te maken. Omdat ik dat ook gewoon niet fatsoenlijk opschrijf of als herinnering in mijn agenda zet. En dat is niet best. Dat is niet best voor je geloofwaardigheid. Dat is niet best voor je relatie met je opdrachtgevers. En dat laat hen ook zien dat je minder capabel bent dan dat je eigenlijk had beloofd. En nogmaals, mijn opdrachtgevers zijn zo prettig dat het niet altijd even erg is. En het werk dat ik bied of lever is ook altijd wel goed. Maar voor mijn eigen gevoel is dat alles behalve prettig. En ja, dus die realisatie kwam na het gesprek met Suus. En toen dacht ik, shit, maar dat is niet het enige. Ik ben te comfortabel geworden in mijn eigen veilige bubbel. Maar ik modder ook maar wat aan. Ik doe maar zomaar eigenlijk wat. Ik leef eigenlijk niet per se met een toekomstbeeld. Maar ik doe eigenlijk gewoon alles op de automatische piloot. En wat ik al zei, ik weet niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien als ondernemer zijnde. En dat stak. Dat heeft mij de tweede helft van juni zo in zijn greep gehad. Die gedachte van shit, hier zit iets niet lekker. Hier klopt iets niet. En ik ben toen gaan nadenken van oh nee, hoe nu verder? Ik weet dat ik boeken wil uitgeven, maar ik struggle ook al meer dan een jaar van ben ik Femke de auteur of Femke de ondernemer? Hoe kan het een de ander ondersteunen? Maar dat heeft ervoor gezorgd dat het niet allemaal even lekker zit in mijn hoofd de laatste tijd. En ik ben ook nog ziek geweest, eind mei volgens mij, half juni, ben ik ook nog verkouden geweest, waardoor er nog minder podcastafleveringen kwamen. En nu zit ik op zo'n moment in mijn bedrijf dat ik denk van ik kan eigenlijk helemaal geen waarde bieden. Omdat ik dus niet weet waar ik het in godsnaam over moet hebben. Omdat ik dus niet weet waar ik me nu bevind in mijn eigen bedrijf. En dat ik dus ook niet het gevoel heb van ik heb een fatsoenlijke update om te kunnen geven. Behalve dat de tweede druk van mijn boek Yo eindelijk in gang is gezet. En dat we de wachtlijst hebben en dergelijke. Schrijf je uiteraard in voor de wachtlijst. Ik wil zeggen via de link in de bio. Maar de podcast heeft geen link in de bio. Volgens mij. Maar we gaan dat wel even uitvogelen. Maar dat is een van de updates. En dat mijn volgende boek, mijn e-book only, in juni uitkomt. Of in november uitkomt. Maar daar hebben we het ook al over gehad. Dus ik heb niet fatsoenlijke in-depth informatie of momenten meegemaakt. Waarvan ik denk, daar kan ik een podcastaflevering over maken. En daarom maak ik dus nu eigenlijk ook deze video / podcast. Omdat ik dus niet... ik wil je niet laten hangen als in... Ik wil geen pauze. Dus pauze even tussen haakjes nemen. Zonder te vertellen waarom. En wat er in mijn hoofd omgaat. En ik weet ook niet of dat een pauze is in principe. Hè? De afgelopen tijd was eventjes een korte pauze qua podcast afleveringen. Maar dat betekent niet dat het nu ook weer verder hoeft. Want ik weet het dus gewoon niet. Ik zal wel vertellen waar ik nu ben. Ik heb het gesprek met Suus gehad. Ik heb het met haar gehad over van joh, wat kan mij het allerbeste verder helpen? Zijn dat podcast afleveringen, personal brand trainingen of cursussen of workshops?
is dat een officiële business coach. Waar ook wel een prijskaartje aan hangt. Of blijf ik gewoon aanmodderen totdat ik 10 jaar onderneem. Ik weet in ieder geval dat het laatste niet is wat ik wil. Ik ben nu 5 jaar bezig. En dan hangt er ook ergens in mijn achterhoofd dat enige zeggen van het CBS. Dat 80% van de ondernemers na 5 jaar stopt. Ik wil niet zo'n ondernemer zijn die na 5 jaar stopt. Ik vind het veel te leuk wat ik nu doe. En ik vind de vrijheid die ik heb veel te leuk. Maar ja, de realisatie dat ik dus helemaal geen richting heb op dit moment om naartoe te werken. Vind ik helemaal niks. Ik vind dat helemaal niks. Ik wil weer een beetje een doel hebben. Kijk, ik ben ook heel druk bezig met mijn manuscript. Ik heb een semi-positieve reactie gehad van de uitgeverij, waar een lijst met feedback bij is gekomen. Ik ben nu op 2/3 van het doorlezen van mijn manuscript en dingen markeren. En dan moet ik het uiteindelijk het andere deel nog lezen. Die ligt hier niet meer, maar het stapeltje ligt hier wat ik al gedaan heb. En de andere 12 hoofdstukken moet ik nog doen. En die liggen beneden om mee aan de slag te gaan. En dan moet ik alles op de computer nog gaan herschrijven. En dan kan ik het terugsturen naar de uitgeverij. En hoop ik dat ik jullie binnenkort een positieve update kan geven wat betreft toekomstige boeken. Maar dat is het enige wat ik weet. En dat voelt nog te ver weg om nu te weten van zo gaat mijn toekomst eruit zien. Ook eventjes tussen haakjes gezet. En ja, tegelijkertijd kreeg ik eigenlijk een reactie van de grafisch ontwerper. Want zij was op vakantie en ze had wel plek. Dus dat balletje ging rollen. En toen dacht ik, ja maar hoe kan ik nu een auteurswebsite neerzetten zonder dat ik weet wat daarin moet komen te staan of wat mijn plan is. En ja, dus meer kletsen met Suzanne van Bildebeek. En ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb ook Annemieke Heller om advies gevraagd. Ik heb Paula van Bookbreak, oftewel Paula Leest, om advies gevraagd. Paula Heger, die ook een boekcontract in de pocket heeft bij Zomer in Keuning. Echt super, super, super fijn. Maar ja, daardoor ben ik dus ook met hen aan het kletsen. Zij zijn ook allebei auteurs. En natuurlijk altijd met Veronique Jansen van Veronique's Boekhoekje aan het kletsen. En heb ik nog meer mensen om advies gevraagd? Ik weet het niet zo goed. Want ik twijfel ook een beetje over een business coach. Ik heb wel vaker naar een business coach gekeken. Ik vind business coaches vaak gigantisch schreeuwerig. Van kies mij, kies mij. En in de boekenwereld noemen we dat een pick me girl. En vind ik gewoon heel moeilijk. Want ze schreeuwen van ja, maar we kunnen jou €10.000 per maand garanderen dat jij gaat omzetten. Maar dat is helemaal niet wat ik wil. En dat vind ik ook gewoon, ja, ik weet niet of dat echt zo is, maar ik heb er geen goed vertrouwen bij, zeg maar, geen goed gevoel bij. En daarom vind ik het zoeken naar een business coach ook gigantisch moeilijk. Dus daarom had ik dan aan Annemieke Heller gevraagd van, joh, weet jij iemand? En dus de gesprekken met Suus ook. En toen zag ik een oproepje voorbij komen op LinkedIn van een oud docent van de Hogeschool Rotterdam. Zij wilde in gesprek met ondernemers en studenten in mijn leeftijdscategorie om haar mentorship en businessclub op te richten. Klonk super irritant. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, het klonk super interessant. Irritant lag meer op mijn tong. Maar het klonk heel interessant, maar toch net niet iets voor mij. Want ik ben 5 jaar ondernemer. Maar het idee dat ik er meer bij kreeg, waren dat de mensen die daar aan mee zouden doen, minder ervaring hadden dan ik. Dus ik zou hen wel kunnen helpen, maar zij zouden mij niet per se kunnen helpen. Was mijn gedachte, hè? Laat ik daar eventjes bij houden. Dat was het vooroordeel dat ik had. Dus ik heb tegen haar gezegd van, joh, ik ga verder zoeken, maar ik wens je wel heel erg veel succes. En dit is mijn feedback op je aanbod, dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik van, shit, nou ben ik nog geen stap verder. Dus weer appen en weer voice memo's maken. En ook op stream hebben we daar ook een businessuurtje over gedaan. Van, joh, ik zit eigenlijk een beetje in een, ja, noemen ze dat in een impasse? Of in ieder geval, na 5 jaar is mijn groei gestagneerd. Dat is wel duidelijk. En ik maak een hele fijne omzet. Ik kan in dit huis wonen. Ik woon hier bijna een jaar. 18 juli heb ik een jaar de sleutel. En in september woon ik hier ook echt. Maar ja, het is een beetje een lastige fase. En toen ben ik wat meer gaan rondkijken. En ik zag wat social media posts voorbij komen. Vervolgens gewoon op de automatische piloot verder aan het werk. Maar ook dat is niet ideaal natuurlijk. En tegelijkertijd was ik bezig met de tweede druk van Jo. En Veer zei ook, Fem, je vergeet soms dat je gewoon al 2 boeken hebt uitgegeven. En dat je veel meer kennis hebt dan dat je eigenlijk hebt. En dat zorgde er ook wel voor dat ik voor de website, het nieuwe design van de website, dat ik wel zeker wist dat ik het als Femke de auteur wilde inrichten. In plaats van Femke de ondernemer
met deze diensten en de twee boeken. Ik wil sowieso meer bekend staan als Femke de Auteur dan iets anders. Want ik weet ook nog wel van jaren geleden, Chinook, die maakte toen ook booktube video's. Ze was al auteur, maar ze maakte daarnaast veel booktube video's. En ze wordt altijd nog steeds Chinook de booktuber genoemd in plaats van Chinook de Auteur. Terwijl ik letterlijk hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En de 13e komt eraan en dan heeft ze nog 3 jeugdboeken van de Lucia Flores serie. Dus bijna 16, 17 boeken. Al heeft uitgegeven. Dus moet je nagaan. Hè? Dus dat is wat ik wel wil. Ik wil echt als Femke de Auteur bekend staan. Dus daar ben ik tot nu toe beland. Qua kennis. Met wat ik wil met mijn eigen bedrijf. Maar. Ja. Dat wordt qua website. Wordt dat een mooie investering. Zeker. Met alle pagina's die ik wil. Ik weet niet of dat ik het tarief mag noemen. Dus dat doe ik nu eventjes niet. Maar kijk vooral op de website van Studia Enoya. En toen heb ik een LinkedIn oproepje geplaatst. Van joh, ik ben 5 jaar ondernemer, hoe nu verder? Daar heb ik 0 reacties op gekregen. Hij is wel 5 keer geliked of zoiets. Dus dat was een beetje een tegenvaller. En toen dacht ik van ja, Fem, het komt niet aanwaaien. En ja, toen zijn er weer een paar dagen overheen gegaan. En toen dacht ik ken 1 coach in mijn netwerk. En dat is Mirjam Hoekstra. Mirjam Hoekstra is een redacteur en zij geeft meerdere cursussen via Studio Folio om je redactie- en correctiewerk naar een hoger niveau te tillen. Zij heeft onder andere een correctiewerk en een binnenwerk. Redactie, correctie en zij heeft pers klaarmaken. Maar ze heeft ook een 1-op-1 mentorship. En redactionair extraordinair, volgens mij heet die. Maar in mijn hoofd was het eigenlijk alleen maar voor redactie of redacteuren. Dus ik heb haar gisteren gemaild, gisterochtend. Dus gisterochtend was het 3 juli. Gisteren om 3 juli heb ik haar gemaild van, joh Mirjam, hoe gaat het? Dit is mijn situatie, ik ben ergens naar op zoek. Jij biedt jouw mentorship aan voor redacteuren, maar misschien ken jij wel iemand in jouw netwerk. Die ook wel schrijvers en auteurs als coaching klanten heeft gehad. Dus misschien kan jij iets voor mij betekenen. Mocht mijn mail gewoon een te grote vraag zijn, reageer dan ook vooral daarop. Hè. Wees eerlijk als je niks voor me kan betekenen. Dat is ook helemaal niet erg. Dat heb ik er ook onder gezet. En toen kreeg ik gisteren halverwege de dag een mailtje terug met joh Fem. Mijn mentorship is niet alleen voor redacteuren, want we focussen inhoudelijk minder op redactie. En meer op de doorontwikkeling van het bedrijf van de redacteuren. En dat klonk eigenlijk wel interessant. Eigenlijk alle punten die zij met haar mentees ook bespreekt, gaan ook over de struggles die ik in principe heb. Ook al ben ik dan geen redacteur en ik ben schrijver. Ik ben geen redacteur of corrector. Ik maak ook genoeg foutjes in mijn werk. En ja, weet je, daar zijn mensen voor of in gespecialiseerd. En daar geef ik met liefde mijn geld aan uit. Want zij zijn veel beter in hun vak dan ik ben. Maar ja, toen kreeg ik een mailtje terug van Mirjam. Wie weet kunnen we gewoon een gesprek eventjes plannen om te kijken waar jij behoefte aan hebt. En dat is waar ik nu ben eigenlijk. Dus ik heb ook nog geen compleet afgerond verhaal of iets dergelijks waarover ik je op de hoogte kan brengen van dit is waar ik nu ben. Er zit voortgang in de zaak of ja, dat heet heel anders. Ik spreek weer een verkeerd spreekwoord uit. Maar ik heb haar vanochtend terug gemaild van joh, dit is de situatie, dit is waar ik nu sta, dit is waar ik inderdaad behoefte aan heb. Laten we een intakegesprek plannen. Wanneer heb jij tijd? En dat is de laatste update in deze situatie. Het zou fijn zijn als ik in Mirjam een business coach kan vinden die mij kan helpen. En ik weet ook niet of ik de volledige 6 maanden nodig heb die haar mentorship aanbiedt. Ik wilde wel liever nu starten, want zij gaf ook Denise Marines aan als advies. Maar zij is op dit moment met zwangerschapsverlof. Echt super, super leuk. Maar ja, dus die is nog wel even uit de running. Ze was nu 37 weken. Dus dat is, ja, dat duurt niet lang meer, zeg maar. En ik wil heel erg graag mijn zaakjes op orde hebben voor mijn 5-jarige jubileum in november. Sowieso voor het nieuwe jaar start. Hè? Als je nu kijkt, het is maand 7. Nu plus 6 maanden zit je aan maand 13. Dus dan ben je in, juli, augustus, september, oktober, november, december. 6 maanden. Maar starten we pas in augustus. Dan zijn we pas in januari klaar. Maar ik wil het in ieder geval op orde hebben voor het nieuwe jaar. Zodat ik de komende 5 jaar wat beter kan vullen.
En ook gewoon weet waar ik aan toe ben met mijn eigen bedrijf. Want het is, al die onzekerheid is sowieso niet prettig. En je bent als ondernemer altijd wel gegarandeerd van 50% onzekerheid in je eigen bedrijf als het niet meer is. Maar het zou wel fijn zijn als ik gewoon weet waar ik naartoe aan het werken ben. Want ik zeg altijd wel, mijn boek komt er, mijn boek komt er, mijn boek komt er. Maar dat roep ik nu al meer dan 10 jaar. En hè, 2 non-fictieboeken uitgegeven, daar ben ik heel blij mee. Ben ik ook echt heel trots op dat ik het allemaal zelf gedaan heb. Maar ik ben een fictieschrijver. Ik wil heel graag mijn fictiewerk uitgeven. En mijn e-book komt er in november uit. Maar ik heb ook verlangens en wensen voor fysieke exemplaren van mijn fictiewerk. En ook traditionele dromen om traditioneel uit te geven. En anders dan bij een uitgeverij in plaats van een eigen beheer. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik nu ben. Waar ik me nu bevind. En ik vind dat gigantisch spannend. Ik vind dat gigantisch spannend. Want het helpt niet dat ik het niet weet. En het helpt niet dat de zomervakantie van Palmsdag over 2 weken begint. En wanneer je deze video kijkt of deze podcast luistert, dan is het alweer mijn laatste week. Nee. Want het is al donderdag vandaag. Dan is het de eerste week van mijn 4 weken zomervakantie. Ik heb namelijk 4 weken verplicht zomervakantie van Palmsdag. En ik ben mijn andere opdrachtgevers zo ver vooruit aan het werken, dat ik dus ook wat meer vakantie kan nemen. Dat ik alleen nog maar hoef in te plannen en voldoende tijd heb om aan mijn serie te werken, aan mijn bedrijf te werken, maar ook vooral lekker te bakken in de zon met een boek in mijn handen en een lekker drankje naast me. Ik wil ook een keertje lekker in de Starbucks gaan werken met Monisha. Monisha of Manisha van Books and Dreams op Instagram. Ik wil een keer gaan lunchen met Demi van streamen, super gezellig. En wat heb ik nog meer afgesproken? Of in ieder geval niet afgesproken, maar wat ik heel erg wil. We hebben sowieso elke maandag oppasdag. Ik ga misschien met mijn nicht Joke naar Haarlem weer voor een dagje. Nu is Haarlem echt mijn favoriete plek. Of in ieder geval, dat komt omdat mijn favoriete museum daar staat. Het Tijers Museum is namelijk de grote inspiratie voor mijn fictieserie. Dus dat gaat dan ook wel weer helpen met de inspiratie. Daarnaast ben ik bezig met de nieuwe druk van Jo. En dat is een beetje hoe mijn vakantie gaat zijn. Maar ik wil vooral rust nemen. Vooral ook nu ik bezig ben met hardlopen. Ik ben 4 weken bezig met hardlopen. Dit zou de 5e week zijn, hè, wanneer je deze video kijkt of de podcast luistert, de 6e week. Maar ik heb een knieblessure aan allebei mijn knietjes. En dat is niet prettig. Dus rust nemen is sowieso de bedoeling. Ik volg een officieel hardloopschema van Runner's World. Maar mijn knieën, even mijn broekspijp omhoog. Mijn knietjes zijn een beetje dik en ik heb echt last van een runnersknie. Dus dat is niet prettig. Maar ja, weet je, ik zit dus eigenlijk een beetje in een spagaat. Ik heb heel veel vraagtekens in mijn hoofd op dit moment. En ik heb echt geen idee wat de bedoeling is. En ik dacht, laat ik daar eerst maar eventjes een video over maken. Want anders lijkt het alsof ik de podcast in de steek laat. Nee, dat is niet hoe ik erin sta. Maar ik wilde toch wel heel graag ook een antwoord geven. En toen dacht ik, ja, maar als ik het ook gelijk als een video opneem, dan heb ik ook voor het eerst in een lange tijd eindelijk weer een business gerelateerde video op mijn Femke's Ondernemend Onderweg kanaal. En dat is wel de insteek van dit YouTube kanaal. Reizen, lifestyle, ondernemen. Welke vorm van ondernemen dat ook is. Zulke soort video's. Delen live als freelancer, als boeken inpakken of iets dergelijks. Schrijfvlogs. Maar ja, en binnenkort komen er weekvlogs aan. Want ik ben eigenlijk dan op het moment dat je dit luistert of kijkt, dan ben ik aan het weekvloggen. Want ik wil mijn 4 weken van de zomervakantie heel graag vloggen. Dus ja, die vind je ook op het YouTube kanaal Femke is Ondernemend Onderweg. En ik denk dat dat wel de update is van vandaag. Ik kan nog eventjes kijken in mijn inbox of ik ook een reactie heb van Mirjam. Nee, ik heb geen reactie van Mirjam. Maar ik heb wel een afwijzing van een uitgeverij. Oh, what the fuck. Heb ik weer. Oké, dat vind ik wel stiekem wel een beetje komisch. Helaas is de redactie van mening dat het niet in aanmerking komt voor publicatie bij onze uitgeverij. Nou, dankjewel boekerij. Dankjewel. Oké, nou, we hebben dat ook weer meegemaakt. Gelukkig heb ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht.
En het komt wel goed. Mijn serie gaat er gewoon komen. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Ik had tegen mezelf gezegd, als ik alleen maar afwijzingen krijg van uitgeverijen, dan geef ik het in november 2025 of januari, februari 26 zelf uit. Ik ben daarvoor ook wel echt elke maand aan het sparen. Dus ik heb al 6 keer 200 euro verzameld voor toekomstige publicaties. Maar ja, die serie die komt er wel. En een nieuw design op mijn website komt er ook. En toekomstbeelden, toekomstplannen komen er uiteindelijk ook wel. Ik moet alleen wat meer geduld hebben. Ik moet er de tijd voor nemen. En af en toe gewoon eens eventjes lekker dagdromen. Dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Of aflevering Day in the Life van een Business Owner. En ik vond het wel grappig om het een keertje zowel als podcast als video te maken. Dus dankjewel. Vergeet niet de review achter te laten op de podcast app als je hem via de podcast luistert. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op YouTube als je dat nog niet gedaan had. Laat het vooral in de comments weten op YouTube als je daar zin in hebt. Wat jij van deze situatie denkt of wat jouw struggles zijn als ondernemer. En dan hoop ik je bij de volgende video of podcast aflevering weer te zien. De groetjes!